Hallo, welkom. Leuk dat je kijkt. En ja, daar ben ik weer. Van Gebarenrijk. Mijn naam is Irina Hoffer. En ik geef graag tips aan mensen over presentaties. Over hoe kom je over als je een verhaal vertelt. Hoe vertel je een verhaal? Wat is de rode draad? En hoe ga je van begin naar het einde? Maar ook let ik op van, hey, hoe sta jij eigenlijk? Wat is je lichaamshouding? Hoe gebruik je mimiek? Je stem? En dan geef ik nog op mijn expertise, aangezien ik de opleiding heb gedaan tot leraar gebarentaal, doeltreffende gebaren. Nou, niet dat je de hele tijd met je handen hoeft te wapperen, maar je kunt je verhaal een stuk duidelijker maken door doeltreffende gebaren in te zetten. Daarom zal ik ook altijd een tip geven die daarmee te maken heeft. Je zult het wel zien. Voor vandaag heb ik gekeken naar Vera Bergkamp. En ik heb 3 tips voor haar. Als nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. Nieuwe functie. Zit ze daar voor een zaal. Een grote debatzaal. Met een apparaat waarbij ze steeds de microfoons aan en uit kan doen. Ze moet opletten wie er spreekt. Ze moet heel veel managen en in de gaten houden. Dat is best wel pittig. Het was natuurlijk ook een heel gedoe van tevoren om jezelf te presenteren. Van ja, ik wil graag de nieuwe voorzitter zijn. En hoe zou ik dat doen? Heeft ze mooi gedaan. Ik heb allemaal filmpjes laten zien. Of ik heb links heb ik hier in mijn blog staan. De blog kun je lezen op mijn site www.gebarenrijk.nl. En ja, daar is een wat langer epistel dan dit korte filmpje. Maar de 3 tips, die geef ik altijd ook in een filmpje. En de eerste tip, tip 1, denk aan je handbewegingen. Wat er vaak gebeurt, wat veel mensen doen, is dat je als je iets wilt benadrukken, dat je daar je handen bij gebruikt. En dan maken ze vaak ook hetzelfde repeterende gebaar. Dat zie je ook bij Vera Bergkamp. Als zij zich presenteert, dan is het dit, dat de handen gaan open en dicht. En ja, dat kan op een gegeven moment afleidend gaan werken. Wat ik wel mooi vind, is dat ze, als ze vertelt dat ze ook nog lid is geweest van het presidium, dat ze dan even naar achter kijkt en naar achter gebaart. Dus daar heb je een heel doeltreffend gebaar. Je kunt natuurlijk nog meer doeltreffende gebaren inzetten. Dat staat ook meer in mijn blog. Maar hoe kun je dat dan inzetten en gebruiken? Maar deze is heel belangrijk. Niet steeds die repeterende handbewegingen als je iets wilt benadrukken. Tip nummer 2. Gebruik bevestigende mimiek. Ik doe heel vaak ook iets dat te maken heeft met de mimiek. Omdat het gebruik van mimiek in je gezicht ontzettend veel informatie kan geven aan mensen. En ik snap, in een belangrijke functie, heb ik al eerder gezegd, wil je waarschijnlijk dat je gezicht neutraal is. Maar Vera wil ook dat je zichtbaar jezelf kunt zijn. En daarbij kun je juist mimiek inzetten in je gezicht. Je kunt wat glimlachend kijken. Je kunt wat een beetje aandacht goed gericht op de persoon. Een beetje samenknijpen van de wenkbrauwen. Kijken van, hé, waar heeft hij het over? En ja, dat ontbreekt nog wel eens. Ze heeft wel een vrolijke glimlach, zeker aan het eind van het filmpje wat ik daarbij als voorbeeld heb. En je ziet altijd ook wel een beetje haar mond omhoog trekken, dus dat ziet er heel gezellig uit. En vind ik een pluspunt van deze persoonlijkheid. Ja, zeker. En dan heb ik nog wel een dingetje van, ja, zij probeert door middel van haar handen nadruk te doen, maar je kunt ook iets benadrukken door eventjes bevestigend te knikken en je wenkbrauwen omhoog van, hé, dit heb ik ook nog gedaan en daar ben ik ook nog goed in. Dus je kunt met je mimiek ook laten zien dat je ergens goed in bent, dat je iets benadrukt. Je hoeft niet de hele tijd je handen te gebruiken, maar ook je mimiek kan je daarvoor inzetten. Dus dat is mijn tweede tip. Tip nummer 3 heeft te maken met de stand van het hoofd. Als je kijkt naar hoe Vera de vraag beantwoordt, heeft ze haar kin lichtjes omhoog, hoofd iets wat schuin en
ja, natuurlijk die glimlach om haar mond. Dat kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Het kan geïnterpreteerd worden als afwachtend of weet je wel, een beetje terughoudend. Van nou, ik ben benieuwd wat ze me gaan vragen en ik moet het eerst maar even tot me in laten werken voordat ik hier antwoord op geef. Maar het kan ook gezien worden als uitdagend. Zo van, hé, hey, wat heb je me te vertellen? En denk maar niet dat jij invloed op me hebt, weet je wel? Daarvoor zet je ook je kind vooruit. Dus ja, wat is het hier? En waarom niet gewoon ontspannen? Als je iets aan het vertellen bent, of als je verhaal aan het vertellen bent, of als je vragen beantwoordt, houd je hoofd gewoon rustig, recht op je romp. Recht op je ruggengraat en ontspannen. Ja, dat is de meest ontspannen houding. Je hoofd gewoon recht houden. Meer mensen doen dat hoor. Dat ze hun hoofd een beetje schuin houden als ze iets aan het vertellen zijn. Of als ze aan het nadenken zijn. Op zich niet verkeerd. Maar ga daarna weer terug naar je basispositie. En zet je hoofd weer recht op je romp. Dan kom je ontspannen over. En wat ik altijd pretendeer is... De enige manier waarop jij ontspannen een verhaal kan vertellen, is als jij zelf ontspannen bent, je hele lichaam ontspannen is en dus ook je hoofd en je nek en je gezicht. Dat is het basisuitgangspunt om te vertellen. Nou, dat waren mijn 3 tips en ik heb nog een extra tip. Die heeft te maken met de techniek. Want als voorzitter, maar ook alle andere mensen van die Tweede Kamer, die hebben voor zich zo'n microfoon. Klein microfoontje, vast aan de tafel. En wat gebeurt er als jij met je handen dan op die tafel zit, te wrijven of te duwen? Of je hebt papieren die je heen en weer schuift. De microfoon pikt dat op. Dus die merkt dat, ja, die geeft die signalen door via het geluidsapparatuur. En dat betekent dus dat er... Ja, extra geluid door de microfoon komt dan alleen je stem. Dat wil je natuurlijk niet. Je wil gewoon dat mensen horen wat je zegt. En niet dat er allemaal bijgeluiden bij zijn, gerommel en weet ik veel wat. Dus let op, houd je handen rustig. Zorg dat er geen gebonk komt op die tafel. Dat er geen geschuif komt op die tafel. Wat opgepikt kan worden door die microfoon. Techniek is best een dingetje. En als je aan het speechen bent of je... Je bent ergens waar je versterker nodig hebt met een microfoon of zo. Dan zijn er dingen waar je ook aan kunt denken. En dat veel mensen soms wel eens vergeten. Hoe hou je de microfoon voor je mond? Ver af, dichtbij. Eroverheen wrijven. Plop in je microfoon. Dat zijn allemaal dingetjes waar je over na kan denken. Als je een headset hebt, komen er ook allemaal geluiden naar binnen. Als je te veel door je neus ademt. Bijvoorbeeld. Het zijn allemaal tips. Dingen waar je aan denkt, waar je gewoon niet rekening mee houdt als je daar niet mee bekend bent. Of als je daar niet over nadenkt. Nou, daar help ik je natuurlijk bij als presentatietrainer. Ik vind het superleuk om mensen, naar mensen te kijken. Wat doe je precies? En wat kan er beter? Het is altijd goed om het te doen zoals jij bent, zoals jij makkelijk vertelt... Maar er zijn altijd tips die je kan gebruiken en de tips die je krijgt kun je daarna altijd weer in de toekomst inzetten. Dus ja, tel uit je winst, zou ik zeggen. Voor nu, dankjewel voor het kijken en ik hoop dat je er weer wat aan gehad hebt. Nou, daar vertrouw ik wel op. En tot het volgende blog, tot de volgende keer. Tot ziens! Doei doei!